Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie, een miniserie. We doen 4 afleveringen Super Mario Double Dash. En ik ben samen met Jordi van de Super Guys. We doen zo'n co-op. Nou, co-op als in jij carryt de boel en ik doe niks. Ja, het gaat al goed. Ja, ik was aan het mashen, jij niks. Jij was er niks aan doen. Je hoeft er niet te mashen, toch? Nou, in het begin is het, als je 2 hebt gedaan, moet je beginnen met mashen. Wat is... Wacht, huh? Ik kan niet driften. Waarom kan ik niet driften? Zie je? Je hebt nu net aangegeven hoe je dat... Ja. Hoe je dingen moet doen. Als jij eenmaal in de gaten hebt hoe je moet driften, dan kan ik mee driften. Maar tot die tijd kan ik niet zo heel veel doen. Ja, bij mij doet helemaal niks driften. Gaan we het heel even zonder driften proberen. Want ik weet hoe ik mee moet driften. Ik moet alleen mijn joystick heen en weer bewegen. Dat is het enige wat ik moet doen. Oké. Het is ook niet de beste car, want hij is net eventjes wat... Is het geen bumper of trigger bij jou? Nee, het zijn allebei die lefts en rights niet. Oh, Jesus. Nou, mooie finish. Wat zou driften zijn? Nee, jij kan niet bij controls als je eenmaal bezig bent, dus... Nee. Dus deze aflevering moet het gewoon maar wingen. Ze moeten echt een nieuwe Double Dash maken. Ja, of eentje waar je de optie hebt voor een Double Dash. Ja, ik zou dan gewoon altijd Double Dash doen. Nee, klopt, maar dan is het misschien wel beter. Maar is dit de enige Mario Kart waar je niet gewoon bij 2 ingedrukt hoeft te houden? Mogelijk. Oh. Ja, ik dacht dat konden we net halen, maar niet dus. Maar het gaat nog steeds oké. Jij weet ondertussen wat de optie is om items te geven? Ja. Oké, dan zou ik gewoon langs zeker zeggen, probeer wat knoppen uit. Zoals ik zei, ik heb dit al geoefend destijds met Ham in voorbereiding voor dit project. Ja. En toen was het gewoon een heel makkelijke knop vinden. Dus ik ben even aan het nadenken van wat... een probleem is met jouw ding. Oh! Ja, daar kan ik niet zo heel veel aan doen. Geen item, geen ding. Oké, dat moet ik even aanpassen, want ik heb driften gevonden, maar het is de onhandigste knop die je kan bedenken. Ja. Yep. Het is namelijk ei. Zo'n idee had ik al toen je dat zei. Ja. Alleen, ook driften werkt anders in deze game, heb ik al gezegd. Nee, klopt, maar drift in deze is gewoon gebaseerd op beweging, dus dat kan heel makkelijk gedaan worden. Het is niet gebaseerd op lengte. Ja, maar het is ook niet dat je in de drift kan blijven, zeg maar, zoals in de nieuwere games. Nee. Dat klopt. Is mijn minste baan. Ah.
wauw, hoe hebben ze die allemaal ontweken? Goeie vraag. Gebroken! Oh. Eens even kijken, wat krijgen we nu? Wauw, what the fuck. Welkom op Babypark. Gebroken! Ja, kijk, ik heb de makkelijkste klus, dus... Ik hoef alleen maar te mikken en te gooien. Dan zal ik kijken, wat hebben we nu? Wow. Ja, typisch. Lastig. Jammer. Daarom haat ik Babypark. Voor mijn gevoel is het Babypark nooit op skills gebaseerd. Nou, kan wel. Vooral geluk hebben dat je niet geraakt wordt. We staan gewoon gelijk met hun? Boy, ja. Yo. Maar hun waren ook iedere keer tweede, nu zijn hun eerste. Wat een gezeik. Droge woestijn. Nou, ik kan niet echt duwen, want ik ben Bowser Jr., dus ik heb niet de impact van een Bowser dit keer. Oké. Net te laat. Ik ga voor de volgende aflevering ga ik die roze toadkaart pakken. Nee, ik denk dat je voor de volgende aflevering even de settings gaat aanpassen eerst. Ja, maar ik merk dat driften veel minder OP is in deze game dan in de nieuwere games. Dus ik haal er nu al, want ik heb elke keer gewoon mijn vinger bij de driftknop, zeg maar. Alleen driften is gewoon niet goed in deze game. Oké. Okay. Dus dat is voor mij niet per se nodig. Dat scheelde niet veel. Ja, maar één keer goed, dan gaat het mis. Nou. Hier, jij zei dat we 150 zitten, dat het moeilijk zou worden. Niks aan de hand. Nice. Dan zijn we gewoon eerste geworden. Oeh, hun hebben het slecht gedaan volgens mij net. Volgens mij waren ze geen tweede of... Nee, we waren derde. Nice. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze video. Vonden jullie dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet zeker het kanaal van Jordi te checken in de beschrijving. En dan zie ik bij de volgende aflevering wanneer we de volgende cup gaan doen. Ik heb nog maar één ding te zeggen, dat is adios amigos.